Ja, goedemiddag. En wie ben jij? Kan je jezelf ook eens voorstellen? Ik ben Kees van der Ven. Ik ben altijd met kunst bezig geweest, maar daar is moeilijk je brood mee te verdienen. Dus ik heb 25 jaar bij Omroepen gewerkt. Oh ja? Dus in Hilversum en hier bij Omroep Zeeland. Oh ja? En in welke periode zat je daar dan? Ik ben daar 5 jaar geleden gestopt. Oh. Oh, dat is ook wel interessant. Dan heb je ook nog met Flip Vijver gewerkt? Ja, uiteraard. Ja, zeker. Ja, daar doe ik nog wel eens een biertje mee, dus die vertelt altijd graag over de omroepwereld. Ja. En in Hilversum, dat deed je ook bij de schooltelevisie. Oké. Als redacteur en verslaggever en regisseur. Oké. En daarna bij het Jeugdjournaal 9 jaar. Goh, wat interessant. En toen dacht ik, word niet de opa van het Jeugdjournaal, dus toen ben ik gaan rondkijken. En toen begon in Zeeland net de televisie van Omroep Zeeland. En toen werd ik gevraagd om eindredacteur te worden van het televisienieuws. Oh, wat leuk. En dat heb ik 10 jaar gedaan. Maar jij bent van oorsprong dus ook geen Zeeuw? Jij bent geen Middelburger, of wel? Nee, Brabander van oorsprong. Oké, okay. Ja. Dat hoor je niet meer echt. Je hebt geen zachte geest. Nee, ik ben heel het land doorgestorven. Dus, ja. En maar hoe lang zit jij in GHL? Ik zit nu hier 4 jaar. Ik had hiervoor een atelier op Schouwen-Duiveland, waar ik al het werk van ijzer maakte. Daar hangen hier en staan hier en daar nog dingen. Maar ik wilde gaan tekenen, dus toen ben ik gaan zoeken en uiteindelijk ben ik met heel veel geluk hierin terechtgekomen. En dit is een fantastisch atelier om te tekenen, een oud klaslokaal. Ja, want tot nu toe volgens mij is iedereen in zijn element. De ene heeft natuurlijk iets meer ruimte dan de ander. En het valt mij ook op, bij de ene ziet het er echt uit als een werkplaats. Bij jou is het een beetje een soort mengelmoes van die twee, want inderdaad... een beetje voor de tentoonstelling ook een beetje dingen neergelegd opgaan. Maar dat is het laatste werk op de achterban. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik werkte met ijzer en toen ben ik met houtskool gaan tekenen, puur houtskool. En uiteindelijk ben ik houtskool gaan combineren met ijzerroest. En dat is de kleur die je in die tekening ziet. En hebben we het dan over echt letterlijk de roest van roest. Ijzer? Ja, gewoon van ijzer afgehaald. Dus dat verzamel je dan? Oké. Dan verzamel ik. Dan krijg je een potje met ijzerroest. En als je dat in het papier wrijft... Laag over laag over laag en dan steeds schoonmaken natuurlijk. Dan krijg je dit soort tekeningen, of dit. Ja, dat vind ik mooi. Het eerste wat je denkt, je denkt gelijk aan hemellichamen of daar ook aan een hele zware lucht. Maar... Wolken, ja. Wolken zijn natuurlijk een heel grote bron van inspiratie. Ja, maar heb jij, want je werkte daar vroeger met metaal, zei je? Ja, maar... dit soort kleine werken zijn nog over. Schoon ijzer. Doet een beetje denken aan een labyrinth. Ja, dat die zijn ook labyrinths. Ja, die ene, die bovenste ook. Ja. En buiten staat nog een heel groot deze, staat buiten. Ja, die zag ik, ja. Oh, die is van jou. Ja. Ja, en ik zit nu ook gelijk, wat zie ik hier nu hangen? Wat is het nou een lamp of is het een oude... Dat was een zuurstoffles. Ja. En die heb ik doorgezaagd. En de ene helpt, dat is een lamp, maar die kan ik aandoen als je wil hoor, maar... Nou ja, ik dacht, wat zie ik daar? En dit is het andere stuk ervan. Oh ja, ja, ja. En dat is de bel van de laatste ronde. Nou ja, dit gaat weer een beetje richting het werk van Kees Wijker, hè? Ja, die zag ik er net... Maar hoe is dat nou bij jullie? Want, ik hoorde net al van Koen, hè, die is er natuurlijk vrij recent bijgekomen. Ja. En dat je komt er echt niet zomaar tussen. Je moet ook wel wat toevoegen aan de stichting, aan het, wat jullie met z'n allen doen. Ja, je moet als je hier een atelier huurt, betekent dat ook dat je meedoet aan het onderhoud van het hele pand. Precies, ja. Dus een deel is dat buiten onderhoud, maar de hele grote dingen die besteden wij. Maar binnen moeten wij allemaal zelf doen. Van schoonmaken is nog logisch. Maar alle reparaties en schilderwerkzaamheden en... Ik vroeg het net aan Annemarie en ik zei, is het nou een pand van de gemeente of is het nou van jullie? Ze zei, nou, het is volgens mij wel van ons, maar ze wisten niet precies hoe het zat. Nou, het is 25 jaar geleden gekocht van de gemeente door de stichting, de Middelburgse Atelier Stichting, MAS. Dus het gebouw is van de stichting, de grond is van de gemeente. Dus we hebben een erfpachtconstructie met de gemeente. Ja, op die manier, ja. En die loopt over 1,5 jaar af. En dan komt er een nieuwe erfpachtconstructie waarvan we hopen dat het financieel ook te doen blijft voor... Ja, maar jullie zitten niet op de schopstoel. Het is niet dat de gemeente jullie weg wil of zo. Nee, de gemeente wil ze absoluut niet weg. Was ik bij Ramon en Nanny en die verkast natuurlijk steeds. En toen ging het ook een beetje het kunstklimaat. Maar jullie, we zijn in principe echt wel een gevestigd geheel hier. Je zit hier al bijna 25 jaar. Ja, precies. Maar jij, ik begrijp dat jij ook wel iets meer weet van het pand. Nou ja, ik weet alleen nog dat het de vrije school was in de jaren 80 al. Maar waarschijnlijk al langer.
Dus daarvoor was het, het is begonnen meer dan 100 jaar geleden als protestants-christelijke school. Voor de, zeg maar, toen kwam het onderwijs voor alle kinderen, kwam toen, werd toen op poten gezet. Dus ook voor natuurlijk de protestants-christelijke kinderen, die moesten naar een school kunnen. En toen is deze school neergezet. Die is in 1914 geopend. Voor de een beetje niet zo rijke groep, zeg maar, van protestants-christelijke. Ja, ik hoor in oude verhalen ook wel mensen hebben het nog over school A, B, C. Dat zat dan door heel de binnenstad. Dit werd een klompenschool genoemd. Ja, ja, ja. Dat ja, was ja, wel meer plek, maar een klompenschool. Want de kindertjes kwamen ook allemaal op klompjes naar school. Oh, echt waar, ja. Ja, en die kwamen dan veel van buitengebied, zeg maar, landarbeiders en... Maar ik zag daarnet, zag ik ergens een oude foto, had je ergens liggen? Ja, oh, die heb je daar. Een oude foto, ja. Dit is een klas. 1919. Klas 6 uit 1919. Ja. En dit zijn de 1926, mijn lokaal. Is dit het lokaal waar we nu zijn? Ja. Ja. Wat grappig. Met twee deuren, daarna de tussendeur, oh, ja, 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 naar het andere dus, lokaal. Ja, nou, dat is dat toch wel heel... Kijk, dat is die hoek, mensen. Ja, dat is altijd leuk, hè? Ja. Ja, ik ben dol op geschiedenis. Maar het pand is volgens mij ook best een goede staat. Ja, het is perfect. Jij zit wel redelijk dicht op de Sint-Jansgang. Ja. Maar met inkijk, er zit wel net een hek tussen. Het is niet dat ze... Heel erg rustig hier. Dat is zo'n tekening, zeg maar, combinatie van ijzerroest en houtskool. Ja, ja, ja. En daarnaast, dat is een tekening, dat is inspiratie. Mijn vorige atelier lag vlak bij de Oosterschelde, Schouwen-Duitsland. En daar heb ik een serie beelden die nog steeds in mijn hoofd zitten van die plek. Heb ik getekend en dit is er een van. Prachtig, ja. Voor een hout. Mooi hoor, mooi werk. Ja, de expositie loopt tot 10 januari en dan is meteen sluiten we vanaf 5 uur met nieuwjaarsborrel van de Mas. Van de ja, ja, ja. En daarna gaan we met de gemeente aan de slag om eruit te komen wat de erfpak betreft. Ja, nou, ja? Laten we hopen dat dat allemaal fatsoenlijk blijft. Hè? Ja, hoop ik ook. Hey, dankjewel voor de toelichting en een fijn weekend verder. Erg graag gedaan.